Bams, die laatste avond van zijn leven, nam Jezus brood. En hij brak het in stukjes. Voor ieder van zijn vrienden een stukje. En hij sprak: neem en eet hiervan gij allen, want dit is het brood dat mijn lichaam is. Neem dit brood en eet het. Zo zal er altijd een stukje van mij bij jullie blijven. En toen gaf hij een beker met wijn rond en hij zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe verbond. Dit is mijn bloed. Neem deze beker, drink van deze wijn, dan zullen jullie mij nooit vergeten. En doe later met je vrienden wat ik nu met jullie doe. Dan zal ik steeds aanwezig zijn. Onze eerste communicanten, die maken ondertussen een kring rond het altaar. En ik zou zeggen, laten ook wij samen die kring als het ware sluiten. Allemaal samen zijn we rond het altaar. Want, beste jongens en meisjes, Jezus is nu bij ons. En jullie willen hem graag voor de eerste keer ontvangen. Laten we daarom samen dat mooie gebed bidden dat jullie kennen en dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zit, lieve mensen in de kerk, de vrede van de Heer zij met u allen. We geven elkaar dat teken van ons vrede.
vrede wees blij, want dit is de Heer Jezus, onze grote vriend. Jullie zijn uitgenodigd op zijn grote feestmaal. En daarom willen we samen zijn. Heer, ik ben niet aan dat ik heb bereid, maar spreek en ik zal gezond. Thank you.